kilometer. Hij staat nu aan de zijkant aan te moedigen. Het is de laatste zaterdag voor Pinksteren en dan is het tijd voor de traditionele IJsselsteinloop. Waarom is het nou eigenlijk zo leuk? Waarom doen mensen mee? Dat wil ik nou eens weten. Guido, hoe weet je dat ik Guido heet? Dat staat op je naam, dat staat op je bord. Ja, we doen mee omdat een vader van ons, die heeft een paar weken geleden gehoord dat hij dus ALS heeft. Ja. Dus vandaar dat we nu met de mensen uit onze straat gaan lopen, tussen de jongeren. Lukt het met die speltjes, Annie? Ja, het lukt. Ik hoop het. Pas op, anders heb je een piercing, dat wil je niet. Je hebt je schoenen nog in je hand. Ja, dat klopt. Nee, die zijn nog zeiknat van dinsdag. Van die stortbui die we hier hadden met onweer. Dus, je gaat er wel op lopen? Gaat er wel op lopen, ja. En hoeveel ga je zo meteen lopen? 2. En waarom ga je, waarom doe je mee? Gewoon voor de leuk. Waarom is het nou zo leuk? Wat ik leuk vind, je bezorgt een hele hoop mensen een fijne dag en dat vind ik leuk. En het leukste moment van de dag, dat hebben we al gehad. En dat is? Als de jongens en meisjes van 3-4 binnenkomen. Kijk, daar komen ze aan, de eerste lopers. Oh. Nou, ik heb mensen gesproken die zeggen 40, 45 minuten. Dat is hard hoor. Kom Daniel. Lekker man. Goed zo, Hetty. Hey. Ja, ze hebben allemaal hun naam op hun, het is heel lekker makkelijk. Goed zo, Bart-Jan. Yeah. Lekker man. Nou, hoe belangrijk is deze loop voor IJsselstein? Ja, ik denk heel veel, want de helft van de mensen die hier komen, met allemaal publiek erbij, komt van buiten IJsselstein. Ja, ja. Dus qua IJsselstein-promotie brengen wij heel veel, denk ik. Wat doet een Deventernaar hier in IJsselstein? Ik heb hier 25 jaar gewoond. Ah! En dus eigenlijk als een jaarlijks terugkerend evenement voor mezelf, dan kom ik ieder jaar weer terug. Ben jij hier van IJsselstein? Nee. Nee? Ik kom uit Oude Tongen. En hoe kom je dan hier zo terecht? Ja, een vriend, Dennis, die vorig jaar gezamenlijke training gedaan en nu gaan we weer een uitdaging met elkaar aan. Waarom lopen we mee, Kim? Tussentijdse run. We hebben in oktober de marathon van Chicago. Oh, dus het is een voorbereidingswedstrijd. Dus die in oktober die lopen voor Kika. Ja. Dus in aanloop daar naartoe dachten we, nou, pakken we een paar runs in de buurt mee. En voor de drie mensen die niet weten wat Kika is? Kika is een stichting om eigenlijk kinderkanker de wereld uit te helpen. Ja. Nee, want ik moet voorrijden. Ik moet heel snel weg zijn zo. Er is een klein stukje anders, omdat er een stukje afgesloten is. Ja. Heb ik vanmorgen even voorgereden, maar geen probleem. 3, 2, 1 en dan komen ze aan. Kijk eens, daar komt Franka. Probeert zich een weg te banen door de hardlopers heen. Joost, zet hem op. Gaatje van 1 minuut 32, heren. 1 minuut 32, dat is om wel in te halen. Oh ja, heel goed. Op, snelle planga's. Dat mag niet, hè? Dat mag niet, dat is een fiets. Het hardloopfeest hier achter mij is nog in volle gang. Deze 41ste editie van de IJsselsteinloop is, ik kan niet anders concluderen dan een heel erg groot succes. Schitterende loop, leuke mensen, fantastische vrijwilligers en, dat wist ik niet, een hele leuke stad. IJsselstein. Dus ik ga dit terrein hier verlaten en ik duik eens even de stad in. Tot volgend jaar.